Jan Jansson uit Arnhem, een grotere biljartfanaat dan jij bestaat er niet. Ik denk het ook niet. Want jij reist zo wat heel de wereld over. Dat heb ik sowieso gedaan. Het is momenteel ietsjes minder, maar ik ga nog altijd met plezier mee. Waar ben je al overal geweest? Oh, een paar keer Korea, Japan, Argentinië, drie keer naar Colombia, een keer 5-6 naar Mexico, misschien wel 25 keer in Amerika. Heb je zelf gebiljard of wat trekt jou zo aan in biljart? Ja, ik heb zelf ook wel gebiljard, maar natuurlijk niet op dit niveau. Maar ja, iedere dag kan je nog wat leren. Hè? En je bent supporter van Dick Jasper? Ja, dat kun je wel zeggen. Hier het toernooi ben je ook al 5 jaar, hè, kunnen we zeggen. Altijd ben ik hier geweest. Ja. En met veel plezier. Wat vind je zo mooi aan biljarten? Ja, het is niet helemaal alleen nog het biljarten, maar als je ergens komt en je ziet weer oude kennissen en vrienden en zoiets, dat maakt het natuurlijk erg leuk. Maar ik ben een fanaat van biljarten. Helemaal gek. En mijn leven bestaat hoofdzakelijk uit biljarten. Je hebt zelf ook een biljartcentrum gehad? Ja, toen ik stopte met mijn echte werk, heb ik de kans gekregen om een biljartcentrum over te nemen en te runnen. En dat heb ik ook met veel plezier gedaan. Dat was op latere leeftijd, want je zegt toen ik stopte met mijn echte werk. Dat was voor mij een echte hobby. Ik bedoel, dat is altijd een hobby gebleven. En ik kom er, het is nou overgedragen, maar ik kom er nog altijd met plezier. Is het een tijdje te biljarten en een potje te kaiten. Ja. Nee. Is het zwaar, Jan, om al die toernooien af te reizen? Nee, voor mij is het eigenlijk altijd maar een uitje. Ik heb het altijd met plezier gedaan. En er zijn bepaalde landen waar ik natuurlijk helemaal graag naartoe ga. Onder andere Turkije, Amerika. Vind ik allemaal prachtig. Ja. Je hebt ook vaak spelers uit Zuid-Amerika in huis gehad om te logeren. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb wel 10 jaar dat Zuid-Amerikaanse spelers die naar Nederland kwamen en die onderdak moesten hebben, ja, die heb ik wel opgevangen. Ja. Nou wil het toeval dat jij zegt van Turkije is een van mijn favoriete landen. Er stond een stukje in de PZC vandaag met een foto van een Turk bij, dus een verkeerde foto. Dat moet jij even rechtzetten. Ja, ik lijk toch ook niet op hem, denk ik. Hè? Nee. Maar ik weet niet wat ik daar aan moet doen. Dat is bij deze rechtgezet. Dit is de enige echte Jan Jansson. Dankjewel voor het interview. Dankjewel, Frits.